Hallo serpentjes, appels en krentjes. Mijn naam is Rick. Ik heb zo'n grote, zo'n kleine heb ik. Alsjeblieft, klik niet weg, want dan heb ik pech. Mijn raps zijn ziek, net als Monique. 1 like is 1 beterschap. Hallo serpentjes. Ik ben, zoals ik al zong in de intro, Rick van Serpent Gameplay. De lengte van mijn penis is momenteel onbekend. En jij kijkt naar Rick's revolutie. De vorige aflevering ben ik gekoppeld aan Bardo met een Hitler-snorretje op, genaamd Bardolf. Zijn skills zijn onder andere schoenen op zijn hoofd zetten. En dat is helemaal fantastisch. We waren gebleven in het Illuminati kasteel. Ik was weer in een of andere rare psychedelische drugstrip beland. Ik heb al een keer eerder met Illuminati gevochten. Dat ging best goed. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in. Tenminste, ik ga ervan uit dat we tegen de Illuminati vechten. Waarom de fuck ga je naar het Illuminati-kasteel? Wat ben je anders aan het doen daar? Pokémons vangen? Dat zou wel cool zijn dat ik opeens een stukje in een game Pokémons moet vangen. Wie hebben we hier? Hey, de Illuminati! Plot twist! Wat moet je met ons? Ik moet niks met jullie. Jullie zijn slechts data. Jullie bestaan niet echt. Dit is slechts een game. Wow, vierde muur is gebroken. Waar heb jij het nou weer over? Dit is een game. Niets hier behalve ik bestaat echt. Oh ja? Bewijs het. Hier, ik heb je hoofd veranderd. Genoeg bewijs? Waar heb je het? Oh, nee, verander me terug. Nu. Oké, zolang jij je bek houdt. Wow, Illuminati is gemeen, man. Ik heb een voorstel. Vertel. Nou, hield ik mijn bek niet. Jij boeit mij niet. Ik wil de Rick uit de echte wereld. Ik weet dat hij dit spel speelt. Als hij mij in dit spel verslaat, zal ik weggaan. Als hij verliest, neem ik zijn ziel af. Ik snap er geen kut van, maar jij gaat eraan, nerd. Precies. Oké, Tito X emerged, Illuminati X emerged, Zwagnumite X emerged en Ratatouille kut instructie emerged. Ik heb dus eerder al een gevecht gehad met de Illuminati. Alleen toen had ik, ja, Tito, Zwagnumite en Illuminati. Maar nu heb ik ook Ratatouille kut instructie. Voor heel veel mensen zal dat nergens op slaan. Ik zal het toelichten. Ik had ooit een serie op mijn kanaal, Ratatouille. En de uitleg van die game was zo onduidelijk. Er was het druk op springen om te springen. Dus je dacht van, huh? Waarom dan? Want het zijn niet druk op A om te springen, maar gewoon druk op springen om te springen. En dan had ik zoiets van, huh? Maar hoe spring ik dan? Ja, jammer genoeg staat mijn halve facecam erboven. Maar ja, dan weet je waar het over gaat. Ik kan nu al de beroemde quote gebruiken, omdat meerdere mensen mij aanvallen. Iedere keer als je damage neemt, krijg je een paar TP erbij. Als je enemies hebt die iedere keer hele kleine klapjes damage doen, dan is dat super chill voor het herstellen van je beroemde quote. Ik denk dat ik liever nog één keer twee dingen bij elkaar gooi. Als je tegen meerdere mensen vecht, hebben ze vaak allemaal weinig HP, dus dan kun je beter lekker moves doen die iedereen raken. Verder zal ik even proberen Swagnumite dood te maken, die is niet zo heel sterk geloof ik. Bardolf zinkt! Oh wat mooi, Bardolf is ook vergiftigd, dat is dan weer minder. Waarom zou je Hitler Bardo willen vergiftigen? Ik vraag het gewoon eventjes, kut, ik ben aan het doodgaan of niet soms. Ik heb niet opgeslagen, dus dat zou niet plezant zijn. Oké dan. Misschien moeten we hier en daar wat items gebruiken. Misschien een high energy drink op mezelf. Een high energy drink op Bardolf. Oh, gelukkig gebruiken we meteen de energiedrankjes. Soms vallen de enemies eerst aan, namelijk. Dan kunnen we er even tegenaan. Maak me maar dood. Maar ik zal ook proberen jou dood te maken. Oké, shit, we zijn allebei gepoisoned. Dit is niet ideaal. Doe nog een keer waterstof en cesium. Water en cesium bij elkaar. Bardolf gezang op Swagnumite. Als we gewoon eventjes nog één iemand dood kunnen krijgen, dan wordt het gevecht redelijk relaxed. Hoppakee! Swagnumite is neer. Bardolf zinkt. En de Illuminati is ook neer. Je hoeft alleen maar te vechten tegen de kutinstructies. Oké. De move die je doet, heeft ook echt de toets springen. Blablabla. Oké, ik zal even een beroemde quote naar zijn bek gooien. En schoen op hoofd. Bardolf heeft een schoen op zijn hoofd en confused de tegenstander. Dat is altijd handig. Wow. Schoen op hoofd, bij de move gooi je een steen. Logica is ver te zoeken. Oké. We moeten een beetje opletten dat we niet doodgaan. Maar ik denk wel dat het wel goed gaat. Zo, waarschijnlijk gaat hij nu wel dood. Ik weet niet, misschien is de verwarrende instructie een stuk sterker dan de rest. Maar het zal vast niet. Het zou zo lullig zijn als ik nu doodga. Ik volg het hele gevecht nog een beetje. Laten we even gauw een korte healronde doen. Zodat we zeker weten niet doodgaan. Doodgaan is in principe niet zo leuk. Ik wil niet gaan doen van wow, ik ben Rick, ik weet alles beter. Maar kijk er, als jij zeg maar de keuze krijgt. Doodgaan en niet doodgaan. Raad ik je persoonlijk aan om gewoon lekker te leven. Dus doe met die informatie wat je wilt. Boom, ik heb gewonnen. Rick's party was victorious. 700 XP received. Heel veel YouTube monies gevonden. Ultimate energy found.
Oké, dan hartstikke mooi. Chapter 5, een derde dimensie. Man, what the fuck is er gebeurd? Jij en Bardo hebben de modellenwedstrijd verloren, omdat jullie beiden plotseling flauw vielen. Bedoel je niet Bardolf? Nee, Bardolf was eigenlijk Bardo. Bardo besloot zich bij ons aan te sluiten en deed ook voor ons mee aan de modellenwedstrijd. Maar hoe komen we nu aan dat kristal dan? We hebben beide niet gewonnen. We stalen hem. Er was zelfs een boss fight bij, met best wel coole muziek. Nice. In ieder geval, er is nog iemand die aan onze kant staat. Hij beweert de locatie van de laatste vier kristallen te weten. Hij heet Marcus, Marcus Vlogs. Oké, dan gaan we daarheen. Loop dit stadje uit en ga naar rechts. Kijk, duidelijke routebeschrijving. Dankjewel, Tom Tom. Is ons team nu nog groter geworden? Ja, we hebben Rick, Bardo, Jur, Thomas. En, Ricardo. We zijn met z'n vijven momenteel. Gezellig. Moet ik nog even healen? Nee, ik heb full health. Hartstikke mooi. Hier is nog een gezellig vrouwtje. Als je daar zin in hebt. Krobu Town. Oké, dan moesten we naar rechts lopen, geloof ik. Dat werd me gezegd. Ik laat die maar gewoon gehoorzamen. Is dat kistje daar al geloot? Het kistje lijkt weer dicht te zijn. Ik had hem namelijk eerder wel al geloot. Hey, heroïnespuit was found. Altijd goed. Je kan nooit te veel heroïne hebben. Zeg ik altijd maar. Verder heb ik voor mij nog wat nieuwe spulletjes gevonden. Rick heeft een mankini aan. Dat gaat helemaal goed. Bardo gaat ook allemaal goed. Jur. Gaat ook alles goed. Thomas, ik had geloof ik een betere banjo gevonden. Oh, een nog betere banjo. De betere banjo heb ik blijkbaar gemist. Maar de nog betere banjo, die heb ik wel. En ik had voor mij schoenen gevonden voor Rick C. Ja, Rick C. schoenen. Maar dat was het denk ik alweer, ja. Oké, dan is iedereen weer geoptimized qua equipment. Ik kan maar niet rechts. Ik kan maar niet rechts weg. Oh, ik moet zeker naar boven. En dan naar rechts. Wauw. Zou ik de zeppelin nemen? Ja, fuck alles. Whee! Oké, dat kan dus niet. Fuck mijn leven. We droppen de zeppelin weer. En we gaan naar rechts. Aha, route 2. Wat is dit? Fucking Pokémon. Ik zal trouwens even opslaan voor het geval ik alles weer verpest. Dat is wel een van die dingen die ik vaak doe. Alles verpesten en kapot maken. Dus daar moet je toch rekening mee houden. Wow, dit ziet er cool uit. Hallo Rick, Bardo, Thomas en Jur. En welkom in het kasteel van Marcus. Laten we ons maar voorstellen. Ik ben Kilian. Ik ben Camilla. Maak je geen zorgen, ik ben niet Pikachu verslaafd. Serra Bondo. En volgens mij is dit ding hier dat de maker Joost... Link naar zijn Twitter of zijn YouTube in de beschrijving. Die had een tijdje geleden getweet van retweet om kans te maken om in de game te komen. En voor mij is dit een greep uit de kijkers die in de game zitten. Ik ben Lies. Ik heb een Pokémon pet met jouw handtekening erop. Precies. Oh, dat staat er ook bij. De Pokémon pet staat bij de foto. Ik heb geen naam blijkbaar, maar mijn Twitternaam is te_Ibe. Is dat goed genoeg? Ik ben Pim en samen zijn wij met Marcus het geheime genootschap van de serpent. Alle zeven zijn wij op een andere manier in het universum beland. Sommige maanden geleden, sommige jaren geleden. Zoals je wel kunt begrijpen, willen we terug. Onze familie en vrienden, we verdwenen plotseling. Waarschijnlijk denken ze allemaal dat we overleden zijn of zo. Alles wat we willen is ze weer zien. Uiteindelijk vonden we elkaar. Marcus is het langste van ons drie in dit universum en heeft jarenlang onderzoek gedaan naar een weg terug. Marcus zal je inlichten met hoe we terug kunnen. Ik weet niet of je al gedacht hebt aan een weg terug naar je eigen universum. Nee. En nu je het zegt, ik mis mijn familie en vrienden wel. Je bent niet de enige. Ik neem aan dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we uiteindelijk terug willen. Loop recht door de trap op naar Marcus. Wij staan op andere locaties in het kasteel. Wie weet kun je wel ergens healen of items kopen. Spanning en sensatie. We kunnen even gaan met alle characters praten. Inderdaad, misschien verkopen ze items en al die shit. Wil je wat armor kopen? Kijk, dit heb ik nodig. Rick's schoenen, hartstikke mooi. Oh, die had ik al, toch? Rick's schoenen, shit. Rick zijn schoenen, macaroni. Thomas heeft de bril van zijn vriend Melvin gestolen. Daar kopen we er ook even een mooi eentje van. Dan kunnen we even gauw Thomas in ieder geval optimizen. Oh nee, optimize, equipment. Thomas, optimize. Melvin's bril, dat is mooi. Dan gaan zijn stats weer een beetje omhoog. Hartstikke fijn. Rechtdoor was Marcus, geloof ik. Laten we daar eerst eventjes heen gaan. Hallo, Rick. Yes, het is Marcus. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan. Hey, Marcus, hoe gaat-ie? Oh, met mij gaat het goed. Goed, gaat het heel goed. Aangezien ik vorige week eindelijk een manier heb gevonden hoe we naar ons eigen universum kunnen. We moeten de 7 kristallen verzamelen. We hebben er al 3. Daar was ik al van op de hoogte. Maar voor we gaan, misschien nog is nog een extra bondgenoot wel handig. Jullie kennen de oorlog tussen Cyprus en Rydius wel, toch? Ja, hoezo? Die hele oorlog is onzin. Er zijn klootzakken uit een derde universum genaamd Retak. Ze hebben de twee volken in dit universum tegen elkaar opgezet. Oh mijn god, dat meen je toch niet, hè? Dus ik vocht de hele tijd tegen onschuldige mensen? Zieke plot twist dus, de hele oorlog. Ja, eigenlijk is het helemaal niet nodig. Ja, maar zij ook. Beiden hebben jullie niks fout gedaan. We moeten naar het hoofdkwartier van Cyprus en het aan ze uitleggen.
dan kan deze fucking oorlog eindelijk ten einde komen. Wat bedoelde je nou met een extra bondgenoot? Kees van Gichtkees is daar ook. Hij wil vast wel in ons team. Ah, dus Kees is hier ook. Praat met Pim. Hij zal ons naar het hoofdkwartier, naar het Cyprus hoofdkwartier brengen. Marcus gaat met je mee. Oh my god. Oké, we hebben nog een extra teamgenoot. Hebben we, Marcus? Trouwens, leuke, ik wist het helemaal niet. Bij status staat een beschrijving van iedereen. Een hilarische YouTuber. Hij speelt veel games en studeert scheikunde op universitair niveau. Wauw, zieke balzuig. Van, oh Rick, vind je cool. Help, ik word gevangen gehouden in een kelder en word gedwongen deze game te maken. Een goede vriend van Rick. Staat ook bekend als de dikke cowboy. Oké, heb je Thomas? Thomas is een gast en hij doet dingen. Oké. Rick C. Rick's counterpart Ricardo. Hij kan soms snel boos worden, maar hij heeft een goed hart. Oké. En we hebben Marcus. Marcus van het kanaal Marcus Vlogs. Een geniale gast. Duidelijkheid. Wat moest ik ook weer doen? Waar moest ik met mensen praten? Ik praat wel gewoon met iedereen. Ik loop alleen maar rondjes. Hey Rick. Oké, duidelijke dialoog. Iemand heeft goede tekst gekregen in deze game. Zijn hier nog mensen? Hallo? Oké, we zullen gewoon even met iedereen moeten praten. Dan komen we er vast wel uit, man. Hier is nog iemand. Hallo Rick, moet je naar het Cyprus hoofdkwartier? Moet ik je naar het Cyprus hoofdkwartier brengen? Je kunt niet terug voor een tijdje, ja. Hoe breng jij ons daarheen? Ik heb een privéjet. Nice. Ik vind die nice reacties altijd wel erg droog. Kut, er wordt op ons geschoten. Dat is eigenlijk best logisch. We zijn geraakt, we storten neer. Dit is niet goed. Dat kan ik je ook wel vertellen. Neerstorten is in principe niet praktisch. Ah Rick, je bent wakker. Ja, maar waar de fuck zijn we? In een gevangenis in Cyprus. Shh, er komt iemand aan. Dom, dom, de dom. Ik hoorde inderdaad al dat jullie gevangen waren. Kees? Rick, ik snap het niet. Waarom join je nou de bad guys van Ridius? We zijn de bad guys niet. Tuurlijk, man. Ik hoopte dat wij aan dezelfde kant zouden staan. Maar op zijn minst ben ik niet je moeder of je vriendin. Ik ben blij dat Kees niet mijn moeder of mijn vriendin is. Kees is een tof gozer, maar... Hè? Je kan ook te ver gaan. Ik zou Kees liever niet in zijn kont penetreren. Dus dat kun je ook aan hem vertellen. Je denkt toch niet dat... Rick? Dit meen je niet. Rick! Anna! Ik ben zo blij je weer te zien. Ik jou ook. Maar wat doe jij in dit universum? Ik heb daadwerkelijk geen idee. Ik werd hier plotseling wakker. Maar waarom zit je bij de vijand? Ik zit niet bij de vijand en jij ook niet. Waar heb je het over? Er is een derde universum die de twee volken tegen elkaar opzetten. Ik maak me zorgen, Rick. Je zit in die cel en komt aanzetten met deze waanideeën? Help me gewoon ontsnappen, alsjeblieft, Anna. Ik vertrouw je. Er zit daar een scheur in de muur. Achter zit een geheime kamer. Harry Potter en de geheime kamer? Voor de duidelijkheid dus, als je denkt, wow, Anna ging dood. De eerdere Anna was de Anna uit dit universum. En de Anna die je nu ziet is de Anna uit... eigen normale wereld in dit universum. Snap je? Je hebt dus iedere keer twee mensen. Je hebt de mensen van de normale wereld en de mensen in het andere universum. En Anna zit dus eigenlijk twee keer in de game. Net zoals dat Rick twee keer in de game zit. En je hebt Rick en Ricardo. We kunnen dus lekker ontsnappen. Oké, hier gaat hij. Doei! Een soort foesroda. Zo, die is kapot. Wil jij doorheen kruipen? Zie alsof ik veel keuze heb, of wel? Nee. Ik moet er wel doorheen kruipen, denk ik zomaar. Dus dat is even een dingetje, hè? Oké, wat gebeurt hier allemaal voor leuks? Ik moet naar de wc. Moet je poepen? Ja. Hou jij de tijd bij? Ja. Je deed er 3 minuten en 23 seconden over. Deze telt niet. De poep kwam er bijna uit. En toen bedacht ik me dat de deur niet op slot had gedaan. En moest opstaan waardoor de poep terug in de anus ging. Bedankt voor die informatie. Wat? Je bent geheeld. Wil je ook wat items kopen? Ja. Heb je nog toevallig armor? Nee, dat niet. Ik koop al gewoon een paar extra energietjes. En wat extra lekker bier. En wat cocaïne. Drank. En drugs. Ik heb drank. Het ziet eruit alsof ik hier een gesprekje moet voeren, dus ik ga even lekker opslaan. Hartstikke mooi. Oké, dan. Mam? Rick, waarom doe je dit? Het enige wat ik wil is terug naar ons eigen universum. En Cyprus zou ons daarbij helpen. En ze zijn ook nog eens de goede Rikken. Mam, luister. Ik leg het zo uit. Jij, Anna en Kees moeten mee. Nu het nog kan. Ik ben bang dat het daar te laat voor is. Commander Joling? Anna, ik weet dat je om de hoek staat. Denk maar niet dat ik tegen Rick ga vechten, Gerard. Ik ook niet. Wat schattig. Ze denken dat ze een keuze hebben. Ik vraag het nog 1 keer. Anna, Rick's moeder, vermoord Rick. Ja, commander Joling. Ja, commander Joling. Oh, het leven.
Lieve kijkers, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering ga ik beginnen met deze epische boss fight tegen mijn vriendinski en moeder. Yeah! Dus geef een duimpje omhoog als je deze aflevering leuk vond. En tot de volgende aflevering van Rick's Revolutione. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Doei!